Ja, goeddag. Welkom bij weer een nieuwe productvideo vanuit Pool. Zoals je misschien wel om je heen hebt gezien, de herfst is langzaam weer begonnen. En veel mensen hebben dan behoefte aan wat extra licht op hun helm voor tijdens het werk. Vandaag gaan we dus twee lampen vergelijken. Ik heb hier in mijn rechterhand de Swift RL Pro van Petzl en de Petzl Tactica Core. Het zijn twee lampjes die je zowel en op je hoofd en op je helm kan dragen. En geeft allebei genoeg licht om extra te werken. En toch gaan we even kijken wat nou precies de verschillen zijn. Als eerste wil ik even kijken naar de Petzl Swift RL Pro. Die RL die staat voor Reactive Light. En Reactive Light houdt eigenlijk in dat het licht zich automatisch aanpast aan de omgeving. Dus op het moment dat er veel licht terugkomt in de sensor, zal het licht dimmen. En komt er weinig licht terug in de sensor, zal het licht juist feller worden. De maximale lichtopbrengst is 900 anselumen, dat is ontzettend veel. Als je dat continu zou gebruiken, dan gebruik je gewoon heel veel stroom. Dus door de Reactive Light gebruik je alleen maar de stroom die je echt daadwerkelijk nodig hebt. Dus gaat de batterij veel langer mee. Ja, dan de Petzl Tactica Core. Er zit geen Reactive Light op. 350 anselumen is genoeg om extra te werken. En je te beginnen of langer door te gaan. Maar zul je toch in de diepte wat lichtopbrengst missen. Beide lampjes zijn op te laden via een meegeleverde USB-kabel, micro-USB-kabel. Maar bij de Tactica Core heb je nog de mogelijkheid om het te vangen voor 3AAA-batterijen. De Petzl Tactica Core heeft geen rood licht, in tegenstelling tot de RL Pro. Rood licht kan heel erg prettig zijn als je echt weinig licht nodig hebt, bijvoorbeeld van het lezen van een tekst of een kaart. Voor beide lampjes geldt dat je ze heel makkelijk gewoon op je hoofd kan dragen. Wil je nou ook op je helm monteren? Bij Petzl helmen is het geen probleem, bij een Protos helm kom je eigenlijk automatisch de Swift RL Pro in combinatie met een Pixadapt. Dit is een sticker die je op je helm kan plakken en daarop monteer je dan vervolgens het lampje. Om nou te zien wat deze lampjes in het donker doen, moet ik echt even het licht uitzetten. We beginnen met de Tactica Core. Dit is stand 1, eigenlijk weinig te zien. Stand 2, dan wordt het al een stukje beter. En dit is de maximale lichtopbrengst en dit is stand 3. Nou, voor dichtbij werken is het eigenlijk voldoende licht. In de verte, ja, die boom daarachter, daar mis je toch echt wel wat verlichting. Dan gaan we het nu vergelijken met de Swift RL Pro. Stand 1 is eigenlijk slecht te zien. Stand 2 en stand 3. Ik moet je wel bijvertellen, dus de manuele functie. Dus de Reactive Light functie, die zal in de verte daarachter meer licht geven. Maar hier voorin is meer dan genoeg. We zijn nu overgeschakeld naar de Reactive Light versie. En nu zul je zien dat hij in de verte ook veel meer licht opbrengt. Die boom staat ongeveer een meter of 25 tot 30 van me af. En eigenlijk is die prima verlicht.